Nou, bij deze, welkom bij een nieuwe video. En leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag zaterdag en het is zaterdagochtend. En ik denk, ik neem jullie vandaag wel even een dagje mee, want ik heb wel wat leuks op de planning staan. Vanochtend heb ik Wedelica al even gereden. Dat is een merrie. Daar waar ik ook op rijd. Daar zien jullie, als je me volgt op Instagram of Facebook, zien jullie daar wel eens een fotootje van voorbij komen. Ik sta hier op dit moment bij onze nieuwe bak en ik ben echt zo blij. En ik sta hier niet alleen, want kijk eens wie er hier naast mij staat. Deze kennen jullie nog niet zo heel goed. Jullie hebben hem één keer eerder in een vlog voorbij zien komen, toen heb ik hem voorgesteld. Het is best wel, ja, ik vind het heel speciaal. Dit is namelijk Hendrik. En Hendrik is het allereerste veulentje van Maaike. En Hendrik is inmiddels 3 jaar. En hij staat... nou. En het is dus nog een hengst. En hij is dus 3 jaar. Superleuk. Het is de bedoeling dat ik straks dus op Hendrik ga rijden. Nou, hij staat hier nu sinds een paar weken. En we gaan het straks meemaken. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Nou, dit was gelijk ook wel even een leuke test vannacht. Want het heeft behoorlijk geregend. En zoals je kan zien is de bak echt perfect. Ja, jongen. Ik heb vanmiddag, ga ik met Douwe naar Kim Jacobi toe. En daar hebben we een proefgerichte clinic. Daar ga ik voor het eerst ZZ Licht oefenen met Douwe. En ja, daar heb ik heel veel zin in. Want ja, we zijn natuurlijk de laatste tijd heel hard aan het oefenen. En dan kan ik even zien waar we staan. Ik zal nu eerst eventjes de stallen en zo uitmesten. Want dat moet ik eventjes doen. Want we gaan rond 1 uur of 1 vanmiddag weg. En het is nu 11 uur. En ons even klaarzetten en Douwe even mooi maken. En dan kunnen we straks ook vertrekken. We zijn dus onderweg naar Kim Jacobi en hebben we een proefgerichte clinic. Ik had al verteld dat ik dus voor het eerst ZZ Licht ga proberen. Ik ben echt heel benieuwd waar we staan, want ja, Douwe en ik hebben echt heel hard getraind. Dus ik ben heel benieuwd en in het ZZ Licht komt een kwart pirouette komt erin en wat meer vliegende wissels. We zullen gewoon even zien. Ik ben heel benieuwd. We zijn er bijna. Losrijden is binnen. Dus daar kan sowieso wel gefilmd worden. Alleen de proef zelf, dat is buiten. En op dit moment waait het wel heel hard. Dus we moeten even zien of ik buiten mijn camera kwijt kan. Als dat niet kan, dan kan ik alleen maar beelden laten zien van het losrijden. En dan vertel ik jullie gewoon straks wel weer hoe het gegaan is. Dus we zullen even zien wat ik kan filmen. Thank you.
Zit ik in de auto en zijn wij dus alweer een tijdje terug. Douw staat lekker uit te rusten en te genieten van zijn eten. Ja, hoe ging het? Nou, het ging eigenlijk heel slecht. Douw was niet bij de les. Het waaide heel hard en daardoor was hij toch wel wat afgeleid. Het wou gewoon niet. Dus ik heb niet heel lekker gereden. Want ja, er was gewoon heel veel spanning en... Het wou gewoon niet. En dat is wel heel erg jammer. We kregen daarna, nadat we het proefje hadden gereden, kregen we nog wel even leuke feedback waar we aan moesten werken en zo. Dus ja, dat was vooral die ontspanning. Maar ja, hij was nu ook wel heel gespannen. Dus dat was echt heel jammer. Maar goed, gelukkig was het een oefen en was het helemaal niet iets officieels. En dat zijn voor mij ook weer leermomenten dat ik... Douw is gewoon wel wat gevoelig als de weersomstandigheden en zo een beetje wat heftiger zijn. Dan is hij daar dus wel wat gevoelig voor. Maar goed, ook dat kan natuurlijk wel op een wedstrijd gebeuren. Dus ik heb wel wat huiswerk mee gekregen. Daar kan ik zeker wat mee. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik vind het wel jammer en balen dat ik niet zo lekker heb gereden als wat ik eigenlijk in mijn hoofd had. Want hij liep deze week de hele week heel fijn. Dus ik had er... super veel zin in en het was uiteindelijk ook hartstikke leuk. Alleen ik heb dus niet echt kunnen laten zien wat ik graag had willen laten zien. Maar goed, maakt niet uit. Kop er gewoon weer voor en op naar de volgende keer. Ik hoop dat jullie in ieder geval de video wel weer leuk vonden. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!